met 2 meter afstand ongeveer. Heel vaak heb ik het gehad over een veilige afstand en we weten allemaal, rechter voet voor, hand uitsteken, dit is veilige afstand. En op deze afstand kan Jacob mij niet direct raken, hij is aan toe gekomen, maar als je probeert te slaan, dat niet schoppen, dat doe ik niet meteen, ja. Dat betekent, als hij iets meer wil doen, moet hij eerst een stap maken, tegen een stap, dan geef ik mij de jacht te kijken. Dus dit is de veilige afstand, hier. Buiten de veilige afstand, we hebben het eerder over gehad, werken met het eerste A, awareness, ja, aandacht. Als je ergens bent, heb aandacht voor de situatie. Wat is er aan de hand? Wie is er? Heeft hij ruzie met mij? Kan hij misschien boos worden om mijn gedrag te doen? Ik wil niet zeggen dat je iets aan moet doen, dat je je aan moet passen, maar je moet wel even weten, nee, hier ben ik, dit is aan de hand. Het is ook niet paranoia, dat je de hele tijd over wat is er aan de hand, maar aandacht voor wat er is. Op het moment, als Jacob naar mij toe komt, en die heeft ruzie met me, dan maak ik hier al duidelijk in, maar ik sta dan zeg maar in de veilige afstand, dan moet ik wel alert worden. Ja, dan moet ik wel oppassen van, oké, hij heeft ruzie, en over het algemeen, zeg maar, als hij hier staat, dan ga ik nog gewoon niet zo rond lopen, en kunnen we namelijk nog gewoon neer. Als ik hier alert ben, heb je in principe wel je triangle, je driehoek van zelfverdediging en van verdediging. Ja, dit is gewoon, en dit is ook één. Rustig, ik heb geen ruzie met je. Prima. Hier, ja, heb je misschien nog niks met hem te maken. Hier, en als hij je alleen aangeeft dat hij ruzie met je heeft, probeer je de boel eigenlijk te diffusen. Ja. Aandachtsfase, de detectiefase. Wat is er aan de hand? Nou, hier heb je ondertussen wel gedetecteerd dat hij ruzie met je zoekt. En probeer je eigenlijk de aan over de rij te halen. Ja, Jacob, rustig. Ik weet dat ik vorige week met je vriendin getonzoend heb, maar dat wilde ik echt niet. Ja, sorry, ik spijt me. Of dat nou helemaal de juiste zinnen zijn, weet ik niet. Maar, ja, je probeert de uitleggen. Hier heb je al een biertje van. Zoiets. Zodra je dichterbij komt, nou, als je nu nog niet gedetecteerd hebt dat hij jou op je smoel wil slaan, ben je te laat. Ja, diffusen. Heeft ook niet veel zin meer. Ja? Als je nu nog niet alert bent, ja, sorry, dan kan ik echt helemaal niet meer voor je betekenen. Hier moet je alert zijn. Hier moet je eigenlijk ook wat we noemen assertief zijn. Ja? Het beste is hier om de leiding op te nemen. Dus niet wachten tot hij, als ik hier sta, wachten tot hij mij slaat. Nee, hier moet jij ervoor zorgen dat het slaan gewoon helemaal niet meer mogelijk is. Sta je hier en je hebt je handen nog niet omhoog, of je doet eigenlijk nog niks tegen mij. Als je op deze afstand komt, moet je al bezig zijn iets te doen. Dat betekent dat je dus hier zeg maar in die veilige afstand staat en hij komt dan in één keer naar je toe, heb je in ieder geval reactietijd om iets te doen. En dit vind ik raar, eigenlijk op het moment dat je hier staat en je merkt dat hij komt naar me toe, kom jij ook naar hem toe. Je gaat niet wachten, ja, of je bent nog niet druk bezig met die fuel en dan pak je afstand. Prima, maar als hij naar jou toe komt met de slag en jij gaat naar achteren en je blijft achterlopen, ja. En hier wil catch up, hij haalt je in en eigenlijk op het moment dat je een stap erachter neemt, geeft dat ook een beetje, psychologisch zit je jezelf naar achteren toe. Wat we vandaag doen, hij komt gewoon dus in, je hoort jezelf naar voren. De hoek van 90 graden regel, hoek van 90 graden of naar buiten, die is sterk, als Jacob zijn arm. Hier, dat men dus binnen een hoek van 90 graden heeft en zegt, joh, strek nou die arm eens, dat men het nou makkelijk tegen. Als hij buiten een hoek van 90 graden heeft en hij zegt, joh, ik ga hem eens buigen, dan wordt dat voor mij weer moeilijk. Dus, als hij naar me toe komt en me probeert te slaan of wat dan ook, en ik zorg dat mijn handen, mijn armen, in een hoek van 90 graden of erbuiten zitten. Dus als hij aanvalt en ik doe dit, hier, breek je dus nog heel snel de structuur. Zo komt hij in. 1 erin, hier prima. En dan hou je aan allebei kanten, hou je die hoek van 90 graden. En wat heel veel, we hebben al 3 A's gehad. Aware, alert, assertief, assertive of misschien agressief, ja. Detectie, diffusie en defense, dus verdediging. In de verdediging hebben we het ABC, dus er komt er nog meer. A, afstand. Of positie,
je staat liever niet in een krachtlijn, dus sta je hier, ga ik liever hier naartoe uit de krachtlijn, dan volgens B, en dan probeer ik zijn balans te verbeteren, en nou de C, kom ik eventueel de controle uit. Dus A, B, C, afstand, balans en controle. Gaan we op de volgende manier oefenen. Hij komt in, die staat hier op 1, zoals je handen ook hebt, sta ik nog hier, en hij komt in, ben ik waarschijnlijk te laat. Zie je hier, 1, ja, zo, ik wil niet, hij komt toch in, doe maar wat harder en wat agressiever, 1, stop, nou ben ik nog op tijd. Sta ik hier, 1, dan ben ik te laat. Dus handen lopen te vroeg, 1, opzij, balans pakken, controle pakken, en de controle doorzetten, totdat je opgekomen bent. En nu dus iets veel dik, mensen die gaan erover praten. Ja, als ik dan dit doe, dan doe jij dit. Ja, oh, ja maar aha, dan doe ik dit, blablabla. Ja? Bullshit. 1. Ik ben boos. Maar ze jagen. Ja? Dus, A. En als ik hem aangevallen. Hier. Geef die boze. Dus van katoen. Nog een keer. Als ik een klein beetje slow moet doen. Dus ik kom in, want hij zei hier, zijn linkerarm, hoe ik van 90 graden negeer. Ja, kom ik bij hem, heb ik hem heel snel. Hij moet dus van 90 graden houden hier. 1. Dat is jouw impuls, want ik probeer. Gaat hij niet opzij, dus blijft hij in mijn krachtlijn staan. En probeer ik nou een techniek te doen. 1. Ja, dan kom ik weer bij hem. 2. 1. Eerst. Opzij, die eerst uit die krachtlijn. Ja? Dan mijn balans. Dan heb ik dit nog steeds in te doen. Maar dan kun je makkelijk de controle pakken. Dus nou niet als twee eventjes bij elkaar. Ah, prik, prik. Voorzichtig. Nee. Kom een fokker. Hey. Oh. Ja? Hier. Dan. Ben ik. Je hoeft niet op elkaar te schelden. Maar af en toe. Werkt het wel. En je merkt ook meteen. Bam, 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 bam. Ja, die energie die gaat pompen. Zoek een andere partner. En dan met spirit de tering. Ja, go. Hierop op het aanvallen. En die ruist natuurlijk op primaire reacties af. Maar je kan niet, als je aanval, hier vervolgens 5 uur primaire reacties wachten. Tot ik op een moment denk van, ik kom er niet meer doorheen. Als ik hier langs moet staan, ik van een dubbel, ja, dan ga ik ook een keer om langs te komen. En alsnog iets anders doen. Dus het is niet zo dat je, nou heb ik hem gestopt en dan kan ik die 5 uur blijven staan en hem tegenhalen. Dat is niet zo. Maar dan moet je wel vrij snel reageren om iets anders te doen. Je kan eventueel, ben net goed opgemerkt door iemand. Zo'n hier dat je deze slag knalt, dat denk ik, in zijn nek zet. Nou, dat geeft misschien weer een extra halve seconde. Maar hierna komt je technische keuze. Ja, als ik hier sta en ik heb voor de rest geen techniek in huis, ja, dan verlies ik op een gegeven moment alsnog en dan kan ik het misschien wegrennen. Maar één, nu doe ik dus die techniek, dus een klem, hoe zet ik die aan en hoe zet ik die goed aan, dat is wel belangrijk. Daar moet wel technisch voor onderbouwd zijn. Opdracht nou, hij valt dan. En pak eens een andere aanval. Dan alleen maar dit doen, kom ik met een heenweek, een soccer punch, zo in één keer aan. Maar wel iemand waarbij hij nog steeds naar de binnenkant, zeg maar met zijn dingen doen. Als ik nou dit doe, 1, en naar de buitenkant, dan kom je weer op net iets anders uit. Dus kom met iets anders, 1, dan weer een dikke bal. Je bal, nog steeds dezelfde manier van tegenhouden en probeer nou een andere klem of worp in plaats van op zijn rug te draaien. Wat je dan doet, mag je zelf weten, maar het wordt wel eens dat je dat technisch goed doet. Dus als ik hier sta, 1, ik zeg oké, dan ga ik nu dit doen, ja, dat is vragen om problemen. Weet ook, voordat ik eronder doorkwam, moet ik eerst zijn balans moeten verbreken en dan kan ik er onderdoor om iets te doen. Maak dat niet te mooi, het is geen show. Maar doe het wel op een manier waarbij het ook niet is van, kijk, 1, ik sta hier, 1, 2, 3. Er mag ook echt wel iets van, we zitten in een behoorlijk aantal downhouders,
iets van techniek in zitten. Maar echt waarbij je wel gebruik maakt van zijn kracht en in één keer naar een vrij beslissende afmaaktechniek gaat. Zo.